Ja, moeten er volgens u nieuwe verkiezingen komen? Ik vind van wel dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Want zoals nu de toestand er gaande is, komen ze er toch niet uit. Dus ik vind gewoon dat het volk weer opnieuw moet gaan stemmen. Nee, absoluut niet. U bent heel resoluut. Ja, ik denk dat het een heel slechte zaak voor Nederland is. En waarom is dat een slechte zaak voor Nederland? Nou, omdat het dan heel lang duurt voordat we dan een regering krijgen. Dus dat is, lijkt me niet goed. Ja, die moeten er komen. En waarom? Omdat er nogal het een en ander mis is in Den Haag. Als je gisteren even de algemene beschouwing hebt gevolgd, dan als je dan kijkt hoe ze met de koopkracht omgaan, met name voor vorig jaar hebben ze een aantal partijen hebben beloofd om die 14 euro per uur, het minimumloon zou omhoog worden met 14 euro naar 14 euro. Die hebben ze dus ook niet gedaan. Met name CDA heeft toen gezegd, we doen het niet. Hè? Maar je ziet ook de ontwikkelingen die er nu zijn. En als je daar naar gisteren kijkt, dat is, het is gewoon een, laten we zeggen, een blamage. Dan zal ik u zeggen, dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. En wat is het moeilijke? Het moeilijke is dat ze nu zo in een impasse zitten. Op deze manier gaan ze er niet uitkomen. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze over hun eigen schaduw zouden stappen en toch zaken konden doen. Maar als ze zo doorgaan, ja, dan denk ik dat er toch nieuwe verkiezingen aan moeten komen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, nieuwe verkiezingen komen. En kun je aangeven waarom je dat vindt? Ja, de kabinet vindt wel, ik vind het wel handig om wel betere verkiezingen komen dan Nederland, wat er nu is. Dat denk ik wel. Ik denk dat het nieuwe zorgstelsel, hoe het nu gaat met betrekking tot corona, dat het beter kan. Als je kijkt naar wat ze allemaal inhouden, nou ben ik niet anti-corona of een corona-wappie. Maar als je kijkt dat bepaalde dingen weer open gaan en bepaalde dingen dat ze sluiten qua horeca, dan denk ik van, dan moet je één lijn trekken, denk ik. Het duurt nu al een half jaar. Een half jaar, ja. Dat is toch knap lang, vind ik. En ze zijn er nog niet uit. En ze blijven bezig. Dus, maar ik vind ook dat er te veel partijen binnen om op te stemmen. En dat moeten ze ook ingekomen. Maar het duurt nu al een half jaar, hè, dat nou, formeren. Ik vind het schandalig. Ik snap niet dat ze nu even gewoon kunnen zeggen, nu gaan we een nieuwe regering vormen. Dat begrijp ik niet. Maar waarom zou dat liggen volgens u dat het allemaal zo lang duurt? Onwil. Iedereen wil zijn zin hebben. Niemand beweegt. Nou, ik denk dat ze allemaal heel eigenwijs zijn en allemaal heel erg vasthouden aan hun eigen principes en te veel aan zichzelf denken en te weinig aan wat ons land nodig heeft. Echt aan ons land belang. Maar zou een andere of een nieuwe regering het heel anders doen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen. Daar heb ik geen zicht op. Maar het moet wel anders hoe het nu gaat in ieder geval. Dat vind ik ook. Ja, maar er zijn ook belangrijke zaken. Kijk naar de huurderskwestie op dit moment, met de woningen. Maar kijk ook naar het ouderenbeleid. En, ja, daar ben ik zelf dan ook onderdeel van. Daar gaat het verder niet om. Maar als je daar ook allemaal naar kijkt, dan denk ik dat het toch nodig is dat er toch een sterk kabinet zou komen die iedereen vertegenwoordigt. En niet alleen een bepaalde groep. En dat is het probleem op dit moment. Maar dat gaat gebeuren. Ik heb net naar de beschouwing zitten kijken. Het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Ja. Denkt u dat nieuwe verkiezingen, dat ze helpen? Ik verwacht het niet. Maar ik denk als je minder mensen hebt of minder partijen hebt om op te stemmen, dat de verkiezingsuitslag toch wat anders is en dat je makkelijker partijen kunt vormen. Denkt u dat dat vertrouwen weer hersteld kan worden bij de Nederlandse bevolking? Nou, dat denk ik wel, want soms zie je dat er hele erge dingen gebeuren, ook binnen de politiek. En een half jaar later staan ze gewoon weer met dezelfde tronie voor de camera of zitten ze weer in het plus. Als daar een beetje tijd overheen gaat, denk ik dat dat wel weer goed komt. Dat hoop ik. Daar lijkt het op. Dat wat is er dan volgens u veranderd in een half jaar? Nou, omdat er bepaalde dingen, moties in de Kamer zijn of worden ingediend, waar toch verschillende partijen mee eens zijn. Dus dan er komt toch een beetje beweging. Iedereen is gehecht aan zijn zeteltje in de Tweede Kamer. Dat is nou net. Hoe bereiken we nou minder partijen in diezelfde Tweede Kamer?
Ja, dan moeten ze die eenmanspartijtjes die moeten ze af gaan schaffen. En wie moet ze dan afschaffen? Ja, de eenmanspartijtjes, maar ja, ik kan zo geen namen noemen, zo gauw 1, 2, 3. Die kunnen zichzelf het beste opheffen? Ja, vind ik van wel. Want één stem ergens in een hoekje, dat heeft volgens mij ook geen nut, want die hoor je toch niet. Maar denkt u dat er witte rook uit de schoorsteen komt? En daar bedoel ik mee dat er een kabinet komt, een nieuw? Ja, dat mag wel een keer mag kopen. Duurt al te lang. Zou het volgens u helpen bij de formatie dat de huidige hoofdpersonen allemaal vervangen worden? Ja. Ja. Hoofdpersonen in de zin van, ik denk dat, nou ja, misschien mag ik het niet hardop zeggen, maar Rutte heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt. Met name de manier waarop hij hier de toeslagaffaire is omgegaan. En toch heeft hij een heleboel stemmen, nog steeds. Ja, begrijp je dat niet, hè? Nee, begrijpt u het? Nee, ik begrijp er niets van. En als er een ander kabinet komt, dan worden er ook andere coronamaatregelen getroffen. Ja. Daar ben je van overtuigd? Ja. Dus wat jou betreft mogen en moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja. Want als er weer dezelfde poppetjes op dezelfde plaatsen komen, dan vrees ik het ergste. Ja, dus moeten we polderen. Het is niet anders. Gezond verstand. Dus als ik u goed beluister, blijft Nederland een polderland? Nederland blijft een polderland. Ja.